Hallo. Gezien de eerbare leeftijd van 75 lentes, is en blijft Elders leeftijdsloos. Zonder enige klacht of kwaal over de kroeg. Kunnen wij, generatiegenoten, met geschonden hoofd en gelichte schedel hieraan reflecteren? Leven en Jolijt in de herberg, ter lering en vermaak, het glas geheven, drinkgelag, jouw scheuren en barsten onzichtbaar. Wij genieten een scala aan liesbreuk, hypertensie, lange en jubeltenen, aanbijen en prostaatvergroting. Jouw kortademigheid niet hoorbaar in de ambiance van discussie en debatten. Ons euvel, bronchitis, artritis, osteomyelitis, gallenierstenen, ouderdomsratten. Maar om even bij mezelf te blijven, een bestaan van ouder en toekomstloos, wijzer en weten, levensgenieten als grootste hobby, waarbij lang leven Elders, Bacchus en Dionysus graag bezochte gasten zijn. Dank u. S. van Essen. Martin van de Vijf Eiken. Elders, 75 jaar. Een ober die je naam nog kent, noem dat geen onsterfelijkheid. En krabbelt op een viltje geen verzameld werk. Wie schrijft, die blijft. Hopen dat het waar is en woorden minder snel vervliegen dan alcohol of tijd. De caféklok is haar tijd vooruit. Vroeger werd het later, maar nooit kan worden teruggedraaid. Wij waren er